De start is gevallen. Een Fateful aan de binnenkant is goed weg, maar in het midden van de baan kan de deelnemer het nog veel harder. En dat is paard nummer 4. En dat is Vidoc de Gravel. Vidoc de Gravel die heeft de leiding genomen. Die komt helemaal uit Frankrijk voor deze koers. En dan wil hij ook graag vooraan liggen. Aan de buitenzijde gaat toch een deelnemer hem nu aanpakken. En dat is paard nummer 7. En dat is Vidalgo Perron. En zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in. Fidalgo Perron neemt de leiding nu over, maar daar komt Valle Das al aan de buitenzijde, de favoriet. En die gaat door naar voren. Valle Das komt nu naast de leider en gaat heel duidelijk de leiding overnemen. Hij blijft niet bij proberen, hij is er nu ook voorbij. Valle Das is de nieuwe leider, daarachter Valle Perron. En aan de buitenzijde gaat een andere deelnemer weer naar voren. En dat is in dit geval Ruud Pols, die schuift op met de Vakan Loren. En zo gaan de paarden op weg naar de linkerbocht. De meeste deelnemers zijn goed begonnen. Er liggen natuurlijk altijd een paar deelnemers in de staart van het veld. Anders hadden we geen staart van het veld. En daar ligt onder andere Theo de Mol met Vilan Oldada. En dat is een naam waar we weinig hopen uit te spreken. En voorlopig hoeft dat ook niet, want hij gaat nu ook het contact met het veld een beetje verliezen. Misschien dat Theo hem nog aan het bid krijgt. En de deelnemers zijn dan inmiddels in de rechte lijn voor de tribune. En gaan zo meteen nog één ronde afleggen met Valle Das, de favoriet aan kop. Valle Das op de tweede plaats gaat nu Ruud Pols in parkeren. Ruud Pols parkeert daarin met Vakan Loren. Daarachter op plaats 3 is het dan de nummer 7. En dat is Fidalgo Perron. En daarachter volgt aan de relingzijde het nummer 4 van Vidoc de Gravel. Hugo Langeweg junior gaat drie dik aan de buitenzijde naar voren. Die gaat de aanval openen met Felite Coutier. Dat is de tweede favoriet van het veld. Die is op weg naar voren. Maar die moet natuurlijk wat meer werk doen dan Valet. Dat is de favoriet. Die ligt vooraan. Die lag al vrij vroeg voorin. En Felite Coutier is nu op weg naar voren. Die schuift op naar plaats 6. Gaat door naar plaats 5. En komt op een gedeelde vierde plaats. En zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. En Valet Das gaat nog altijd makkelijk vooraan. Helemaal aan de buitenzijde Felite Coutier. Ligt inmiddels al derde. Is duidelijk waar Langeweg naartoe wil. Hij wil naar Valle Das toe, maar die wacht niet op hem. Die gaat er nu vandoor. Valle Das slaat een gaatje. En zo gaat hij de laatste bocht in. Maar Felite Coutier ligt inmiddels op plaats 2. Die is er aan de kar gekomen. Die heeft heel wat moeten doen. Even inparkeren. En waar doet hij dat? Dat doet hij precies halverwege de laatste bocht. Valle Das ligt vooraan. Felite Coutier ligt tweede. En het gaat tussen Age Posters en Hugo Langeweg. En die twee komen als eerste de laatste rechterlijn. Nummer 2 galop. Aan de relingzijde nog altijd Valle Das. Aan de buitenzijde Felite Coutier. Die gaat de aanval nu openen. Felite Coutier aan de buitenzijde probeert het wel. Maar Valle Das gaat gewoon net ietsje harder. Valle Das aan de binnenzijde. Gaat hij hem dan weer winnen? Age Postumus. Daar komt Langeweg met een alles of niets poging. Het wordt net niets. De 8, de 12 en dan de 5. 8, 12, 5. Het scheelt heel weinig. Voorlopig.